houden van plastic in een stilte coupé. Selfies delen gemaakt in een sinister café. Mannen die volgen hun pik ergens heen. Spreken magische woorden, zijn nooit alleen. Ik zie een leuke jonge dame met een lach van puur goud. Kan me niet voorstellen dat ze echt van die stoere jongen houdt. Hij vindt zijn blik van dominantie met een wenkbrauw omhoog. Is ze blind van vertrouwen of Oost-Indisch doof? Waarom valt zij niet voor een jongen in pak die haar bijzonder doet voelen? En met gemak zijn capsones opzij zet. En als ze eventjes kijkt, iets liefdevols doet of iets dat daarop lijkt. Meisje op Facebook die een aandacht verdringt. Was een uitspraak delen die vreemd voor mij klinkt. Zo alsof er geen jongen echt goed voor haar is. Nou dat denk ik, kom hier, dan vul ik dat gemis. Waarom ziet men alleen maar wat vlak voor een neus? Hoor je ze achteraf zeggen, ik had toch geen keus. Laat je graag verder kijken, totdat je ziet hoeveel kansen en rijkdom dit dan voor jou biedt. Ieder mens is alleen aan het eind van zijn tijd. Maar eenzaam zijn is niet iets dat vanzelf verslijt. Dus vraag ik je vriendelijk om voortaan iets verder te kijken. Zie mij eens staan. Ik ben wellicht anders, maar ik vorm geen gevaar. En dat ik net iets anders ben, maakt mij niet raar. Ik mis soms de woorden en ik raam dan wat uit. Maar eenzaam zijn was nooit mijn eigen besluit. Dus vraag ik je nog een keer om voortaan iets verder te kijken. Zie mij eens staan. De eerste indruk is belangrijk, maar niet altijd waar. Mensen zijn daarvoor te onvoorspelbaar. Het liefst wil ik schreeuwen, de muur kapot slaan. Mijn vraag is niet zo moeilijk. Zie mij eens staan. Zie mij eens staan. Zie mij eens staan. Zie mij eens staan. Zie mij eens staan.